Calcutta in India op 23 april 2001 in de namiddag. Kom ik van hier? De zesjarige Dayal keek rond met grote ogen en zweetpareltjes dansten op zijn voorhoofd. Zijn krulletjes werden steeds natter en zijn wangen donkerrood. De taxichauffeur moest al zijn zintuigen gebruiken om ons goed en wel door het verkeer te loodsen. Parels uit Calcutta. Dat is het tweede boek van Sonja Slok uit Sint-Laurijns. Sonja mixt een autobiografisch met een fictief verhaal. De aanleiding was de adoptie van een Indisch meisje. Het speelt zich volledig af in India, wat we daar allemaal meegemaakt hebben. Bij haar adoptie, ontmoeting met de zusters van moeder Teresa, Hans het weeshuis, Hans die problematiek daar rond, Hans die week dat we daar verbleven zijn. Maar daarnaast is er nog een heel verzonnen verhaal aanwezig, wat eigenlijk overheerst in het boek. En dat gaat voornamelijk over een familie met 7 kinderen in de sloppenwijken in Calcutta. Sonja heeft altijd graag geschreven. Zo was er 10 jaar geleden haar eerste boek, De Ooievaar kwam uit India. Het verhaal over de adoptie van hun zoon. De aanzet om Parels uit Calcutta te schrijven was een essay die ze schreef voor een 3-jarige opleiding Spaans. Aanvankelijk was het gewoon de bedoeling van ons eigen verhaal te schrijven. Al wist ik nog niet waar dat ging uitkomen. Maar mijn fantasie barstte gewoon uit zijn voegen. Zodanig dat ik op basis van de werkelijkheid en op basis van al die kinderen en op basis van al die namen en die armoede en die rijkdom die ik daar gezien heb, dat ik daar toch kunnen een verhaal van maken heb. En het was echt niet moeilijk. Het kwam gewoon uit mijn pen gevloeid. Meer informatie over het boek en over waar je het kan kopen, vind je op deze website. Die Europese vrouw, dat was ik toen in die kamer bij het kindmeisje met de vette geslierd in haar. Eens weer thuis stond dat beeld van haar en de baby aan haar tepelborstjes, nog op mijn netvlies gebrand. Ik zou haar nooit vergeten, het meisje met de grote grijze ogen. Ze was niet de biologische moeder van onze 2 pareltjes van India, maar ze was er wel het symbool van. Vaarwel. We zijn je dankbaar voor het leven dat je de wereld hebt geschonken. Zorg goed voor jezelf.